vlak aan zee, daar ligt een mooie stad. Wel heel klein, maar toch gebeurt er zaad. Je verveelt je daar geen enkele dag, omdat je er fijn spelen mag. Maar hoe leuk dat ook is, soms gaat er iets mis. Dan moet de helden zich snel melden, onze helden van de stad. Bella blust brand met haar brandweerspuit. Balt je politiewagen zoekt het uit. En heeft Olivier eens even pech, dan is er gauw hulp onderweg. Dus als er iets fout zal gaan, komen zij er snel aan. Het zijn onze helden, die zich dan melden. Onze helden van de stad. Helden van de stad. Bella heeft een dagje vrij. Ja, brandende takken ruiken toch zo lekker. Hey, Eddie, wat is er aan de hand? Oh, nee, brand! Daar zijn we dan, klaar voor een nieuwe dag vol met spannende klussen. Ja, zo is het maar net. Stil is het hier nooit. Maar wanneer waren wij voor het laatst een dag vrij? Ik toen mijn oom jarig was. Wauw, dat was pas een leuk feest. En ik was vorig weekend vrij. Mijn neefje uit de grote stad kwam toen op bezoek. En hoe zit het met jou, Bella? Wanneer was jij voor het laatst vrij? Nou, eens kijken, volgens mij was dat... die ene keer toen... Of misschien toen ik... Nee... Ik kan me niet meer herinneren. Met de noodhulpdienst? Oh, nee. Oké. Over en uit. Beste vrienden, werk aan de winkel. Er is brand in de dierentuin. Jeetje, dat klinkt niet goed. We gaan maar meteen. Het is tijd voor actie! Joehoe! Ja! Ah, bonjour, monsieur Ongeluk. Wat heb je daar voor moois? Oh, dat is mijn oude vlieger. Ik wil namelijk op het strand gaan vliegeren. Zo'n mooie dag is perfect om te vliegeren. Oui, dat is zeker zo. Marie, neem dan een broodje van mij mee. Vers gebakken, net uit de oven. Lekker. Dit wordt denk ik een super fantastische dag. Maar wees voorzichtig. De broodjes zijn misschien nog een beetje heet. Auw! Mijn arme vingers. Ik zie je toch? Mijn vlieger! Oh, die moet ik snel weer vangen. Tot ziens, Benny. Au revoir, Olly. Succes! Oh, het vuur is alweer bijna geblust. Ja, gelukkig wel, ja. Zonder Elmo's hulp was het vast erger geweest. Inderdaad. Als Elmo het vuur niet had opgemerkt, was de hele dierentuin vast afgebrand. Hij kreeg een paar extra grote pinda's als beloning. Alles is denk ik weer onder controle. Ik ga weer terug naar de standplaats. Ja, goed plan. Ik kom ook zodra ik hier klaar ben. Hoi Bella, alles goed? Hallo Sylvie. Ja, niet slecht. Ik heb een brand geblust in de dierentuin en nu ga ik naar de standplaats en wacht op klussen. Door al dat heen en weer gerend wordt je laklager niet vrijer op. Je zou eens een dagje vrij moeten nemen. Dat weet ik nog niet hoor. Iedereen is wel eens aan vakantie toe. Gewoon, even op adem komen. Dat is misschien niet zo'n slecht idee. Inderdaad. Het is wel hoog tijd dat ik een dagje vrij neem. Dus, ik wil de rest van de dag vrij nemen. Ja, Bella, dat moet je doen. Zeker weten. Lijkt me een goed idee. Oké,
Afgesproken. Maar, wat moet je eigenlijk doen op een vrije dag? Maak je niet druk, Bella. Ik ben een ontspanningsexpert. Kom mee, dan gaan we samen alleen maar leuke dingen doen vandaag. Juist, dan gaan we maar, hè? Heel veel plezier vandaag, Bella. En geniet er maar lekker van, hè? Hardlopen. Heel goed van je, Ollie Ongeluk. Van sporten word je heel groot en heel sterk. Hi, Tinus. Heb je misschien een vlieger van mij zien komen? Toevallig wel, ja. Volgens mij vloog hij naar het park toe. Bedankt, Tinus. Fijne dag nog. Jij ook. We beginnen je vrije dag met een heerlijk ontspannende waspeurt met extra zacht sop. Dat lijkt me een goed begin. Mij ook. Ik ga wel eerst, dan kun je zien hoe het moet. Dit is echt heerlijk ontspannend. Wat gebeurt er? Waar is het water? Ik zie niks. Het sop prikt in mijn ogen. Sam? Je heerlijk ontspannende wasbeurt met extra zacht sop is levensgevaarlijk. Ja, want de wasstraat is namelijk kapot. Ik wou daar net een bordje ophangen, zodat niemand er per ongeluk in zou gaan. Je hebt nu net zo'n fraaie baard als mijn oude opa. Kom op. Sylvie, sta stil. Ik was hem er wel af. Alsjeblieft, je bent weer netjes. Nou, je eerste vrije dag is niet zo best begonnen. Je moest aan het werk in plaats van te ontspannen. Geen zorgen, Sylvie. Ik vind het leuk om te helpen. We beginnen opnieuw. Kom mee, we gaan. Tot ziens, Sam. Tot ziens. Ha, dat is boffen. Mijn vlieger zit vast in de hoge appelboom. Ik hoef alleen maar in de boom te klimmen. Goed, voorzichtig nu. Probeer me een tikkeltje uit te rekken. Verdikke me, ik had hem bijna. Maar ik moet wel positief blijven, want ik heb mezelf niet bezeerd. Auw, mijn hoofd. Gelukkig was het maar één appel. Auw, help. Want echt, wat kan er gebeuren in het park? Daar kun je je fijn ontspannen en van de zon genieten. Help me! Dat is volgens mij Ollie. Kom mee, Sylvie. Tijd voor actie. Hé, wacht op mij. Oh, je had vandaag vrij, weet je nog? Wat bof ik toch weer. Want de hulp kwam best wel snel. Vertel eens, waarom zat jij boven in die boom? Mijn vlieger zat daar net vast in die appelboom. Maar toen vloog hij opeens weer weg. Hebben jullie hem misschien gezien? Sorry, nee. Nou, dan blijf ik maar zoeken. Ik vind hem vast wel weer terug. Als je maar niet weer opnieuw in bomen klimt. Nee hoor. Het is haast onmogelijk om je te ontspannen. Kom mee. Ik weet wel iets waar niemand je lastig kan vallen. Wat een saaie dag is het vandaag. Ik heb wel even tijd om een klein uiltje te knappen. Help! Hallo! Wie heeft het licht uitgedaan? Ach, het was gewoon een vlieger. Hij vliegt in de richting van het strand. En hij landt op een... En hij landt op een... Een giftige zeekwal! Nou zijn we de pineut! Bas! Oh, ik verveel me zo. Er is sinds vanochtend niks meer gebeurd. Ik hoop dat Bella het ook zo rustig heeft. Maak je daar maar niet druk om. Sylvie is bij haar. Inderdaad. Sylvie weet als geen ander wat niks doen is. Met de noodhulpdienst? Juist, ja. Oké, begrepen. Over en uit. Er is een enorm probleem aan het strand. Kun je het aan? Ja, natuurlijk wel. Ik ga al. Ed,
is... Tijd voor actie! Het strand is echt geweldig. Heerlijk om hier rond te lummelen. Gewoon luisteren naar de golven, kijken naar de meeuwen... en naar de walvis die is aangespoeld. Naar de walvis die is aangespoeld? Arm dier, ben je te dicht bij het strand gekomen? Zit je nu vast? Pootje komt er zo aan. Hopelijk kunnen we iets verzinnen om hem los te krijgen. Nou, we kunnen vast wel een plan bedenken. Komt goed hoor, het lukt ons echt wel. Pootje komt er al aan, maar dat is niet genoeg. Sylvie, jij gaat naar de haven en haalt Fred. Ik weet al hoe we de walvis kunnen redden. Intussen zorg ik dat hij niet uitdroogt. Dit is niet mijn idee van een dagje vrij. Volgens mij weet Bella niet eens wat ontspannen is. Nou ja, ik moet daar vandaag wel even uitblazen. Oh, daar is Fred al. Hey Fred, hoi! Hallo Sylvie, kan ik je ergens mee helpen? Ja, Bella heeft je nodig. Er is een walvis aangespoeld op het strand en ze denkt dat jij daarbij kan helpen. Een walvis? Oké, ik zal mijn best doen. Kom mee, geen tijd te verliezen. Oké, we slepen je weer terug naar de zee. Is iedereen klaar? Bij drie. 1, 2, 3. Eén, twee, drie. Hoera! Heel goed gedaan, jongens. Wacht, we vliegen! We vliegen! Mijn prachtige oude vlieger. Dit is de mooiste dag van mijn hele leven. Ja. Bella, hoe was je vrije dag? Het was een geweldige dag. Eerst hielp ik Sylvie met een klein sopprobleempje. En toen haalde ik Olly uit een appelboom. En we hebben net samen een walvis gered. Maar Bella, het was toch de bedoeling dat je vandaag lekker niks zou doen? Ach, ik help nou eenmaal graag als iemand problemen heeft. Dat vind ik geweldig. Een beetje rondhangen is echt niks voor mij. Wat is er zo grappig, Bella? Ik moest ineens aan Sylvie denken. Wat is er dan? Ze was zo moe van haar vrije dag met mij... dat ze morgen maar weer een vrije dag neemt. Dit is pas fijn. Goed bezig hoor, Bas. Bedankt. Ja, ik moet blijven oefenen, anders word ik misschien te traag. Hé? Hey! Volgens mij wilde je bedanken. Zoekt u een leerzame en leuke app voor uw kinderen? De nieuwe Helden van de Stad app helpt kinderen met het ontwikkelen van hun logisch denkvermogen en leert de kinderen creatief problemen op te lossen met een hoop plezier. Kijk naar films en geniet van je favoriete tv-show overal en altijd. Speel games, laat de hoofdrolspelers tot leven komen. Wees creatief en word zelf een kunstenaar. Meer dan 6 uur films beschikbaar. 9 spannende games. U kunt er zeker van zijn dat uw kinderen veilig zijn bij ons. Download de Helden van de Stad app in de App Store of bij Google Play.